Hey. Zo, de knetters. Eerst even kijken. Potverdorie zeg. Dit is mooi. Dat had ik nog niet gezien. Ik neem een vraag waar ik en een hele hoop mensen om mij heen de laatste tijd bij stilstaan, is als je afstand moet houden, hoe kan je dan nog wel raken? En ik word geraakt door brieven. Kleine kattenbelletjes waarin iemand zegt leuk dat je er was, tot hele brieven. En daarom heb ik vandaag een brief voor jullie geschreven. Ik neem de vrijheid jullie eventjes als vriend te adresseren. Lieve vriend, ik hoop dat het goed met je gaat. Je vraagt me, hoe kunnen we de wereld mooier maken en wat is daarvoor nodig? Ik weet het niet. Het gekke is volgens mij hoeven we namelijk niks. Dat suggereert immers een groter weten, een grotere reden. En ik weet niet of die er is, en als die er al is, dan ken ik hem niet. Ik ken, zogezegd, geen andere reden dan de reden die wij zelf nu kunnen geven. Wat ik wel zie, is dat zich een andere vraag of mogelijkheid aandient. Namelijk, wat kunnen we nu en wat willen we nu? Door die nietsontziende kaalslag die nu plaatsvindt, ontstaat ook ruimte, leegte. Of, zoals een vriend van mij zei, als de storm straks is uitgeraasd en bijna alles is weggevaagd, wat hoop jij dan dat er nog zichtbaar is? Als er zoveel wegvalt, zoveel zekerheden omlazeren, is het alsof we ook gedwongen een vrijkaartje krijgen om opnieuw te beginnen. Het lijkt wel alsof de zin in den beginnen was er niks een herkansing krijgt. En als er niks is, als we niks moeten en als er niks hoeft, dan betekent het voor mij dat we zelf mogen kiezen. Wij mogen en kunnen de ruimte die is ontstaan zelf kleur en vorm gaan geven. En ik persoonlijk vermoed dat we nog niet halverwege deze rollercoaster zijn. Dat het nog heftiger gaat worden en dat er nog veel meer van ons gevraagd gaat worden. Want na de storm verschijnen de trauma's, na de strijd de wonden, de schrammen, de littekens en dat zullen er veel zijn. Denk aan de mensen die zich kapot werken om anderen te redden. Denk aan de mensen die door hun stut te zakken omdat ze alleen en eenzaam zijn. De mensen die radeloos raken nu werk en zekerheid is weggevaagd. De mensen die dierbaren verliezen. De mensen die zichzelf verliezen. De lieve. De lieve, dappere kinderen die zich staande moeten houden in een tijd waarin ook voor hen alles anders, onzeker en angstig is. Denk aan de mensen van wie verwacht wordt dat zij de boel nu even redden. Van wie verwacht wordt dat zij weten wat we nu moeten doen. Terwijl het ook voor hun totaal nieuw is. Het is voor hun de eerste keer. Ze hebben dit niet kunnen oefenen. Wat ik zie is dat we het massaal niet weten. Onzekerheid viert hoogtij. En door het niet weten vallen we terug op wat we voelen. We zijn stagiaires van een nieuwe tijd geworden. En als we het dan niet meer weten, dan ontstaat er ook ruimte. Ruimte voor iets nieuws. We moeten naar binnen, letterlijk, maar ook figuurlijk. Ik hoop en vermoed, doordat we afstand van elkaar moeten houden, we dichter bij onszelf kunnen komen. Hopelijk vinden we daar de rust om stil te staan bij het besef dat we de ruimte die nu ontstaat zelf kunnen
en mogen kleuren. Dat wij aan het roer staan om de nieuwe toekomst vorm te geven. Ik weet niet wat moet en ik weet niet wat hoeft. Wat ik wel weet is dat je nu dus kan kiezen. Hoe je het wilt en hoe je wilt dat het eruit gaat zien. Zelf kan kiezen waar het om gaat. Zelf kan kiezen waar je gas op geeft. En als ik dan voor mezelf spreek, dan ga ik me inzetten voor een aantal dingen. Ik denk dat iedereen zich door de krassen die nu getrokken worden, niet alleen, maar verbonden wil voelen. Daar ga ik me voor inzetten. Ik gun de mensen die nu zo hard de boel dragen, dat ze zich straks ook gedragen weten en voelen. Daar ga ik me voor inzetten. De mensen die nu pijn of verdriet hebben, gun ik een schouder om te huilen en een schoot om in te rusten. De wetenschap dat ze omringd zijn door een netwerk van vrienden die je dragen, opvangen en overeind zetten als het nodig is. Daar ga ik me voor inzetten. Wat ik denk dat er nu nodig is, wat ik denk dat nu kan en waar ik me voor in wil spannen, is te bouwen aan een nieuw fundament. Een stevige basis, zodat de wereld na corona diep geworteld en stevig gefundeerd is. En wat mij betreft bestaat dat fundament uit liefde, aandacht en verbinding. Uit een wereld waarin mensen er voor elkaar zijn, elkaar dragen, elkaar opbouwen en laten groeien. Daar ga ik me voor inzetten. Te beginnen met ruimte om te raken. En ik hoop dat jij je geroepen voelt hier ook in mee te bouwen. Wat mij betreft moet je niks. Maar het kan wel. Dus wat ga jij doen? Lieve groet, Niels.